Welkom bij de FC Straat League, oftewel de grote helden van de kleine velden. De eerste finalist is al bekend. De street captains gaan we zo meteen zien. Maar we gaan eerst een ander team zien wat letterlijk heeft geshined tijdens de FC Straat Battles. Dit is Apeldoorn. Wauw! Ik kan mijn mond niet laten spreken, ik kan mijn voet al laten spreken. Fake verloren. Luister goed. De street captains zijn de enigen die in deze league het recht hebben om die aanvoerdersbanden te dragen. Het zijn 7 unieke aanvoerdersbanden. Zij hebben tijdens de playoffs alles gewonnen en ze zijn als eerste geplaatst. Dit zijn de street captains en ze komen uit Tilburg. Ik weet niet, maar dat is erg moeilijk. Hij kijkt zo. Jij bent de felste. Jij moet iedereen hebben, oké? Okay? Iedereen. De street captains, Young Boys Noord uit Tilburg. Ai, 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 ai. Sileki, Jim, Mike, Suhel, Amen. We gaan beginnen met shootouts. 3, 2, 1, 0. Difano met de shootout. Oh, hij gooit schade. Hij heeft nog tijd. Nee! Ai, 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 ai. Dat betekent dat de street captains gelijk al op een 1-0 voorsprong kunnen komen. Suleki gaat het doen. De man met de rode aanvoerdersband die over heeft genomen van Suhel. 3, 2, 1, go. Suleki. Oh! De spanning die erbij komt kijken. Allebei geen shootout gescoord. Dat betekent dat we met 0-0 gaan beginnen. Ja, ruggen tegen elkaar. Suhel die lacht nog eventjes. En oh, we zijn gelijk begonnen. Je moet scherp zijn. Hij wordt onder druk gezet. Ze zitten gelijk kort op. Oh, wat een scrimmage. Dit wordt een wedstrijd. Suhel rustig op Amen. En dan gaat de bal achter bij Kjijven trouwens. En Kjijven is eigenlijk helemaal geen keeper. Dus ik ben benieuwd waarom zij met een speler op goal staan. Hier zit Suhel ertussen. Die bal kleeft als het ware. En hier is Akin. Akin speelt hem door bij Difano. Difano krijgt hem niet onder controle. Dan is het Amen die hem overpakt. Amen die zoekt even wat ruimte. Die zoekt ook de actie. Ziet daar Suhel. Maar Suhel wordt te kort opgezeten door Akin. En we gaan weer verder. Easy op Suhel. Difano. Je ziet dat er weinig wordt gevoetbald. Het is 1-0 duels hier. Dit is easy. Easy. Iets te hard voor Suhel. Ethan aan de andere kant, maar die bal gaat uit. Amen neemt hem snel, daar zit Suhel. Suhel met achterstandbeen naar Amen. Hier is Easy, hem moet je niet laten schieten. Golasso! 200 kilometer per uur. Deze man moet je niet laten schieten. Het is 1-0. En de bal wordt gelijk ingespeeld door Kjijven. Oeh, Ethan wordt onder druk gezet. Daar zit Suhel. Ethan krijgt hem alsnog. Doet de shuffle. De bal gaat uit. Easy speelt hem in. Suhel. Suhel heeft hem nog steeds. Suhel met het schot. En Kjijven is een speler, maar toch een hele mooie redding. En dan gaat de bal uiteindelijk uit. Suhel wordt ingespeeld. Onder druk gezet. Hier is Difano. Difano op sterk met Easy. Dat is een lastige tegenstander. Easy hier gelijk. Die zet zijn actie in. Maar ook Difano zit daar kort tussen. Difano speelt hem in op Akin. Akin heeft een mooie versnelling. Doet het ook, schiet en de bal gaat naast. Easy. Tijd wordt even op stilgezet. Scheidsrechter die de veten strikt van Jim. Jim die nu ook de bal uitneemt, speelt hem in op Easy. Easy onder druk gezet. Daar is Akin. Oh, wat een redding van Jim. En de bal gaat over. Jim. Op Amen. Amen gaat voorleggen. Bal onderschept. Krijgen we een corner. Suhel. Oeh, dat is gevaarlijk. En daar Ethan in de andere kant. Daar is. Oh, wat jammer van Difano. Dat gun je hem toch niet? Wat jammer. Het had de 1-1 kunnen zijn. Jim die hem uit gaat nemen. Speelt hem in op Amen. Amen legt hem neer op Suhel. Suhel. Easy met de tweede goal. En het is easy voor hem. Kijk eens. Hij zet zijn man ook gelijk klaar. Wat een mooie trap. En de keeper of speler of ja, wat moet ik nou eigenlijk zeggen? Die is kansloos. Mooie shuffle van Akin. Maar daar zit Easy weer tussen. Wat speelt die man goed.
Akin speelt hem terug. Op Divano. Divano. Zal dat de zenuwen zijn? Hij verliest de bal daar. Zit er toch tussen. Ethan, dit moet hem zijn. Dit is hem. Dit is Divano die uiteindelijk scoort. 2-1. Jim neemt de bal uit. Rustig bij Easy. Dan weet je dat het Easy is. En wat een goal van Suel. Het is echt niet makkelijk om hem zo tegendraads in de andere kant van de goal te schieten. Maar dat doet hij met een soort van dropkick. Oei, dit gaat snel. 3-1. Ethan. De bal gaat uit. Hier is Suel. Suel tegenover Akin. Jim speelt hem op Easy. Voor hem moet je echt oppassen. Dit is Suhel. Op sterk. Speelt die bal uiteindelijk als het goed is terug op Jim. Jim die blijft rustig. En daar zit Suleiki. Goed weggedraaid. Suleiki is er net in gekomen en scoort 4-1. Ja, dan mag hij glimlachen. Divano onder druk gezet. Daar zit Suhel weer tussen. Ja, die bal die plakt als het ware aan zijn voeten. Kjijven moet hem eigenlijk in zijn handen hebben. Ethan is er door. Ethan is er zeker door. En dan, de bal door de benen van Easy. Maar daar uiteindelijk Easy die op sterk. Divano is sterk, maar Easy is ook sterk. Hier nog even die panna. En nog een panna. We zien ook nog eens mooie dingen. De blok is daar van Easy. Divano heeft het lastig. En dan, Divano geeft hem voor en de bal gaat uit. Uiteindelijk voor de boys uit Apeldoorn. En dat moet dan de bal zijn. Dat moest de 4-2 zijn. Hier, Jim. Daar zit Akin weer goed tussen. Divano, hij heeft het al eerder gedaan met zo'n hakje bij de battles. En de dubbele redding van Jim. Hey, vergeet niet. Jim, kijk eens hoe mooi hij hier redt. En nog een redding. Hey, deze man kan keepen. Ethan met een bal naar Akin. Daar is Divano. Divano weer Easy tegenover hem. Dat hebben ze slim gedaan hoor. Super slim gedaan. Divano laat hem over. Ja, dan moet je oppassen. En dan... normaal telt dat niet. Maar de keeper heeft hem aangeraakt met de vingertoppen. Als je hem normaal gesproken in één keer raakt, dan telt het niet. Die had hij eigenlijk door moeten laten gaan. Alsnog een prachtige goal. En hij telt. Akin. Inmiddels is het alweer 5-1. We krijgen 1 minuut time-out. Het staat 5-1. Trouwens, jij kan ook live bij dit event aanwezig zijn. De tickets zijn nu beschikbaar via fcstraat.com. Ik laat een linkje in de beschrijving achter. Boys, mee de driehoekjes maken. Papu, speel die vano in en dan moet jij een ronde komen. Of Ethan moet erin komen. Ik ga nu voor Ethan. Jij komt bij 10 minuten in. Loek hem naar de hoek toe. En dan als een hoek is, pak hem. Heel erg, Jim. Altijd blijven. Hoe gaat het? Jim, lekker. Gaat het. Maar boys, niet onderschatten. Gewoon doorgaan zoals het. Yes, we gaan weer verder. Jim in balbezit. Kijkt over de bal heen. Hij kijkt niet eens naar de bal. Schieten, maar die wordt geblokt. En dit is gevaarlijk. En dan toch Suleiki, die gaat schieten en die gaat scoren. Ja, dit is wel jammer dat ze niet met een echte keeper spelen. Dit kan je Kjijven ook niet verwijten. Als keeper moet je deze hebben, maar ja, hij is speler. Misschien was hun keeper ziek of ik weet het niet. Suleiki vraagt om te wisselen. Divano gaat door. Eman zit ertussen. Eman met links. En de bal gaat naast. Oei. Divano. Deze boys van Apeldoorn kunnen beter. En zoals we bij straatvoetbal zeggen, oei, alles is mogelijk. En ik hoor je al zeggen, waarom spelen jullie in de zaal? Ja, met publiek, dat wil je niet buiten doen. Het regent heel vaak. En vandaar dat we voor deze locatie hebben gekozen. Die bal is uit. Amen, die neemt hem slim mee. En dan wordt hij weer door de keeper aangeraakt. Terwijl die anders niet had geteld. 7-1. Sven, dit is gevaarlijk voor je goal. Zeker met Suhel. Hij is niet alleen technisch, hij is ook een hele goede verdediger. En het laat hij hier zien. Hij is op sterk. Boom, daar is de blok. Daar is de goal. Ai, dit gaat te snel. 8-1. De bal gaat over, ja. Aan de andere kant kan je ook zeggen, dit zijn de street captains. Zij hebben tijdens de playoffs de meeste potjes gewonnen van de 24 teams. Vandaar ook dat zij de street captains zijn. Kjijven met het schot, ja. Nee, Jim dan aan de andere kant. Daar zit Divano tussen. Toch mooi om te zien hoe ze blijven bikkelen. Als we deze 6 minuten met Easy achterhoog gaan, dan houden we sowieso de nul. Met Easy achterin? Ja. Daar gaat geen tegenkomen. Ja, dat maakt het niet voor uit. Nee, we kunnen Easy ook sparen. Ja, dat kan wel. Oké. Wanneer wij het moeilijk krijgen. Ja, we gaan weer verder. Suhel. Deze door de keeper. Als hij niet raakt, dan telt hij gewoon niet. Weten ze de regels wel?
Dit is Jack die in de ploeg is gekomen. Kievan wordt onder druk gezet. Dit is handig als je een voetballer bent. Vandaar dat hij zichzelf goed uit die druk voetbalt. Dit is Gio. Gio gaat naar binnen, gaat schieten, wordt geblokt door Suhel en dan Sven nog met het schot. Die hoofd omhoog, die gaan nu zomaar weggeven. 100%. Dat is niet nodig. Die zijn minimaal aan hun gebaat, minimaal. Kom aan, kopjes omhoog. Pak je man! Jim speelt hem in bij Eamon. Hij is klein maar fijn en stiekem ook best wel sterk. Legt hem af, bal wordt onderschept. Het is Sven, Sven en daar zit Eamon weer tussen. Eamon komt er niet tussen. Sven met de schot en het blok van Easy. Jim op Easy. Easy moet een voetballer zeggen. Wat een aanname van Suhel! Wereldklasse aanname met een even mooie bal opzij. Moet je kijken. Boep. Oei, oei, oei. Eamon die hem koelbloedig afmaakt. Maar ook deze had een keeper kunnen hebben. Suhel neemt hem goed mee met links. En dan is het Suleiki. Jim. Jim, oh, dit is wel heel slordig. Jack zit ertussen. En hier, Jack. Weer op sterk. Gaat schieten. Jim heeft een mooie redding. Suhel, oh, dat ziet hij toch mooi. En dan ook nog eens over Gio heen. Ja, kijk eens hoe sterk deze man is. En dan blijft hij hoog houden. Blijft hij balbezit. Wil hier een panna geven. Dat lukt niet. Gio blijft sterk. Mike. Mike is in de ploeg gekomen. Mike speelt hem in bij Eamon. Eamon. De man met de oranje schoentjes. Naar de andere man met oranje schoentjes. Met de andere man met oranje schoentjes. Mike. Oei, die wordt onderschept. Daar is Jack. Redding van Jim. Gio nog. Nog een redding van Jim. Oh, deze keeper is toch niet normaal. Wat een reddingen. Wat een young legend. Di Ivano, mooie actie. Gaat schieten. Oei, ik hoop dat ze daar in het publiek geen pijn hebben. Keihard schot van Di Ivano. Di Ivano onder druk gezet door Suleiki. En deze man maakt het rustig af. Dit is Sven met een actie. Sven en met het schot. Daar staat Jack heel slim. En dat is de aansluitingstreffer. Oei, 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 oei. Easy krijgt de bal zomaar even in zijn voeten. Mike staat op sterk. Wordt moeilijk gemaakt. Daar is Eamon. Dat is een gevaarlijk bal uit. Cornerbal uiteindelijk hier voor Apeldoorn. Kopbal. Maar die wordt geblokt door Suhel. En dan is hij klaar. Ging het zoals verwacht of ging het makkelijker dan gedacht? Makkelijker dag op dag. Wil je wat zeggen tegen de andere tegenstanders? Laat maar komen. Ja, laat maar komen. De mannen komen uit Amsterdam en ze zijn ready om die aanvoerdersbanden af te pakken. Gaat dat hun lukken? In de finale, in de volgende aflevering op zondag om 4 uur, ga jij dat zien. Amsterdam tegen Tilburg.